Het gerenoveerde gebouw van de Stichting voor het Kind, Stifoki, is gisteren door leden van SUEED en de stichting officieel in gebruik genomen. SUEED heeft in 2018 geld ingezameld voor de renovatie van het pand. De technische oplevering van het gebouw vond plaats in november 2019. Gisteren is het gebouw officieel overgedragen aan het stichtingsbestuur van Stifoki. Giwani Seggen, voorzitter van Stichting SUEED, bedankte de Surinaamse gemeenschap voor haar bijdrage. Angela Salmo, directeur van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, zegt dat het ministerie bezig is met een pilotproject om de kinderen van Suriname te beschermen en te ondersteunen. We krijgen ook ondersteuning van volksgezondheid, er zijn justitie en politie, drie NGO's die ook zitting hebben in de technische commissie. Het gaat om Stibula, Stichting RUMAS en Stichting Plegens in de Centrale. Voor ons, vanaf dag 1 dat het bestuur bij ons is geweest, is het een hele bijzonder gevoel geweest, een heel bijzonder gevoel geweest. Dat toch wel een groep mensen zijn opgestaan en hebben gezegd, oké, we willen weer ervoor gaan. We zien het nut ervan in. En het ministerie heeft nu al personeel beschikbaar gesteld. We zullen dus natuurlijk in de naaste toekomst, zoals is gevraagd, voeding ter beschikking te stellen. We beginnen natuurlijk klein en we gaan verder uitbouwen. De nodige begeleiding om te komen tot de ware stichting dat het toen was, dat het weer zal gaan hebben. Stifoki zal ook gebruik kunnen maken van de diensten die het BOG biedt, waaronder Family and Community Health en het MOB. Dat zegt Robert Mohamed, onderdirecteur van het ministerie van Volksgezondheid. Ook de ministeries van MINOC en JUSPOL en de UNICEF hebben hun medewerking toegezegd aan de stichting. Karel Tjuni, voorzitter van het stichtingsbestuur, zegt dat de toezeggingen van al deze organisaties hoopgevend is. De voorzitter hoopt dat er naar ze geluisterd zal worden. Zij willen ook aan het exploreren hoe wij mensen, het belangrijkste factor mens, hoe we human resources, hoe we op zijn minst alvast 2 krachten kunnen uitlenen. Dat die krachten betaald worden door volksgezondheid elke maand, maar dus voor jullie het uitgeleend worden aan de stichting. We moeten nog nagaan met de stichting wat voor 2, hoe het profiel moet zijn. Maar u heeft nu al een toezegging dat we 2 van onze mensen, 2 van onze goede werkers zullen uitlenen om dit initiatief verder, om daaraan verder te bouwen. Ik geef het door aan de vertegenwoordiger van Justitie, van Sociale Zaken, van Volksgezondheid en Onderwijs. Net zoals de overheid aan Koeldiepzing betaalt om de straten te maken, moeten jullie Stichting voor het Kind betalen om de kinderen op te voeden. Het is geen subsidie chipoti. Oké, we gaan kijken of het wat overgebleven is uit de pot om te betalen. Het is een dienst en voor diensten moet er betaald worden. En laten we dat dan geen subsidie noemen. Schaf subsidie overal af. Schaf subsidie af op water bij mensen die een zwembad hebben. Schaf subsidie af op elektriciteit voor mensen die eenmaal 24 uur airco's laten draaien, dan hebt u genoeg geld om al het sociaal werk te doen. Niet alleen van Stichting voor het Kind, maar van alle kinderthuizen, alle ziekenhuizen en alle bejaardentehuizen. Dus neemt u die boodschap mee, want engelen zijn boodschappers. Karel Tjuni, voorzitter van het stichtingbestuur van Stifoko. En daarvoor Robert Mohamed, onderdirecteur van het ministerie van Volksgezondheid. Zij spraken gisteren bij de ingebruikname van het gerenoveerde gebouw van de Stichting voor het Kind. De stichting heeft gisteren alsnog een donatie van 7000 SRD ontvangen vanuit het bedrijfsleven. Tijdens de inzamelingsactie was Staatsolie de grootste donateur met een bijdrage van 400.000 SRD.